En ze maken mensen dus wijs dat we allemaal van het gas af moeten, van de benzine af moeten, van de diesel af moeten. Dat we allemaal thuis een warmtepomp moeten krijgen en een Tesla moeten rijden. Dat we in onze tuin zo'n windmolen moeten hebben. En nogmaals, het slaat helemaal nergens op. Weet je hoe ongezond die accu's van die Tesla's zijn? Want die gaan ooit een keer dood en die moeten dan gedumpt worden. Ja. Dat is met milieuvervuiling. Absoluut. Maar wie kan überhaupt zo'n Tesla betalen? De gewone man of vrouw is al blij als die zijn ziektekostenpremie kan betalen. Als die zijn huurverhoging kan betalen. Ja. Dat is wat het is. Hey, helemaal. Ik, nee.